hebben een, nou ja, zacht uitgedrukt, nogal turbulent politiek jaar achter de rug. Den Haag was in de greep van de corona-aanpak en natuurlijk ook van de eigen eindeloze kabinetsformatie. Nou, we kijken terug op het politieke jaar met een van de Flevolandse Tweede Kamerleden, Leonie Vestering uit Almere. Voormalig Flevolands Statenlid en Almeers Raadslid. En in maart werd ze voor de Partij voor de Dieren in de Kamer gekozen. Heel goedemiddag. Goedemiddag. Het was het eerste jaar in de Tweede Kamer. En wat voor een jaar, zou ik zeggen. Dan echt vermoeid het kerstreces in? Ja, dat wel. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus we tellen allemaal stiekem een beetje de dagen af tot het kerstreces. Maar dan hebben we ook wel even de tijd om een beetje op te laden en ook alvast vooruit te blikken naar het komende jaar en wat we allemaal gaan doen. Dus het is ook een mooie tijd. Nou, heb je de overstap gemaakt, een behoorlijk grote overstap, lijkt het ons tenminste, van de lokale en de provinciale politiek naar de Tweede Kamer. Waar moest je het meest aan wennen? Toch wel misschien wel die imposante zaal. Hè? Iedereen kent natuurlijk de plenaire zaal van de Tweede Kamer in het Binnenhof, in het oude Tweede Kamergebouw. Ja. Dus ik vond het wel heel spannend om daar voor de eerste keer te staan tijdens mijn medespeech. Inmiddels al een flink aantal keren achter de rug. En we zijn natuurlijk ook verhuisd naar een nieuw gebouw. En dat gaf ook wel wat meer rust, hoor. Met nieuwe Kamerleden in een nieuw gebouw, ook met z'n allen. Dus dat voelde wat gelijkwaardiger. En dat was ook wel een fijne verhuizing. Maar, ja, dan moet iedereen weer winnen, natuurlijk. Dan moet iedereen precies, weer winnen. Precies, en moet allemaal de weg zoeken. En niemand weet precies waar alle zalen zijn. Dus dat was toch wel stiekem een fijne start in een nieuw gebouw. En qua werk, is het werk vergelijkbaar of is dat ook echt helemaal anders? Nou, voor een deel is het vergelijkbaar. We strijden met z'n allen natuurlijk nog steeds voor onze idealen. Maar je hebt wel wat meer ondersteuning dan dat je lokaal krijgt. Maar lokaal maakte ik ook altijd al hele lange dagen. En is het heel erg veel en zwaar werk. Ik zat natuurlijk zowel in de gemeenteraad als in de provincie. Dus bij elkaar was het echt veel werk. Maar nu heb je meer ondersteuning. Maar het zijn echt grote landelijke thema's. Dus dat maakt ook dat er een behoorlijk gewicht op je schouders ligt. Als het gaat om de beslissingen die we samen maken. En we zijn natuurlijk ook in een hele heftige tijd rondom corona, waarin ook belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden, waar je nu over meebesluit. Ja. Is het dan ook leuk om daarbij te zijn? Want er is natuurlijk, nou ja, Regina zei het net al, heel veel gebeurd rond die kabinetsformatie. Dat liep natuurlijk allemaal helemaal mis aanvankelijk. En ondertussen was er ook al dat gedoe over het coronabeleid van het kabinet. Is het dan ook interessant om als het ware toch eigenlijk af en toe in die cockpit te kijken? Nou, je zit er wel met je neus bovenop, inderdaad. Dus interessant is het zeker. Maar het is natuurlijk ook wel frustrerend. Hè? We zeggen continu, had die dieren nou ook maar met rust gelaten? En als we kijken nu naar vogelgriep, stond vandaag ook weer in het nieuws dat er nooit zoveel vogelgriep in Europa is geweest als nu. We weten ook dat vogelgriep van dieren op mensen kunnen overspringen. En als het gaat om preventie, doen we echt als ons landje, waarin we zoveel dieren in de bio-industrie houden, ongelooflijk weinig om te voorkomen dat zo'n pandemie opnieuw kan gebeuren. En dat is ook wel heel frustrerend. Dus coronamaatregelen zijn nu heel belangrijk, maar laat het ook voorkomen. Maar zien jullie dat ook als een soort bevestiging van het gelijk van de Partij voor de Dieren, dat dit nu dus allemaal zo gebeurt? Want je zegt die coronapandemie, ja, die komt uiteindelijk bij dieren vandaan. Ja, zeker. Ja, 75% van de nieuwe infectieziektes is afkomstig van dieren. En dus moeten we onze relatie met hoe we met dieren omgaan echt drastisch gaan herzien. Dus in die zin wil je natuurlijk helemaal niet gelijk krijgen. Maar we zien wel dat het is een tikkende tijdbom waarin we leven in Nederland. Nergens ter wereld worden er zoveel dieren in de veehouderij gehouden per vierkante meter als dat we hebben in Nederland. En is het risico gewoon ongelooflijk groot. En dat risico is een politieke keuze. En de Partij voor de Dieren maakt die keuze anders. Heb je daarover ook iets gevonden in het kabinetsakkoord wat nu gepresenteerd is? Of is daar ook weer heel weinig over in terug te vinden? Nou, nog niet heel erg specifiek. Maar wat we natuurlijk wel zien is dat er iets moet gaan gebeuren vanwege stikstof. En dat is ook iets wat we veel vaker zien. Hè? Dat niet een politieke keuze wordt gemaakt vanuit idealen of vanuit het vooruitzien wat nodig is, vanuit visie. Maar vaak ook vanuit wat de rechter zegt dat moet gaan gebeuren. En dat is ook met stikstof het geval. Dus we zullen minder dieren in de veehouderij gaan houden in Nederland. Maar wat je ook ziet gebeuren is dat het mogelijk de veehouderij verplaatst gaat worden. Bijvoorbeeld richting Flevoland. En dat is wel een ontwikkeling waar wij natuurlijk fel tegenstrijden. En wat ook een hele kwalijke ontwikkeling zou zijn als het gaat om het welzijn van dieren, om klimaatverandering, om stikstof. Want hier hebben we natuurlijk er ook last van. En als het gaat om volksgezondheid. Het is natuurlijk wel heel uiteenlopend werk wat je uiteindelijk dan doet in Den Haag. Ik zag de naam Leonie Vestering zien we dan bij verschillende Kamervragen opduiken al in de loop der tijd van zo'n eerste jaar. Tientallen zijn er al geweest. Dat gaat over landbouwgif, dat gaat over zeehonden met vogelgriep, maar ook over de jachtakte van prinses Amalia. Al die Kamervragen, haalt dat ook eigenlijk iets uit?
Jazeker. Ja, we zien echt dat we grote successen kunnen behalen. Niet alleen met Kamervragen, maar natuurlijk ook met moties die je kunt indienen. Of zelfs met het wijzigen van de wet. Ik had net al eventjes kort over mijn medespeech. Nou, toen heb ik direct alvast de wet dieren gewijzigd. Op een belangrijk aantal punten. Als het bijvoorbeeld gaat om brandveiligheid van stallen, hebben we flinke slagen kunnen maken. Maar ook als het gaat om hoe dieren op dit moment leven in stallen, in de veehouderij. En daarvan hebben wij gezegd, we moeten in ieder geval zorgen dat dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Maar ook dat de dieren niet worden aangepast aan een stal. Dus dat bijvoorbeeld de staartjes van varkens eraf worden geknipt. Maar dat juist de stallen worden aangepast aan de behoeftes van die dieren. En dat is gelukkig aangenomen zowel door de Tweede als de Eerste Kamer en wordt dus vanaf 2023 werkelijkheid. En daarmee kunnen we de levens van vele, vele miljoenen dieren in Nederland gaan verbeteren. Aan je motivatie ligt het niet, dat hoor ik echt door alles wat je vertelt, hoor ik dat heen. Nou wordt er wel vaak gezegd dat als je eenmaal Kamerlid bent, dat het toch wel even duurt voordat je precies weet hoe de hazen lopen, om maar even in dierentermen te blijven in Den Haag. En dat je echt pas na een tijdje echt zeg maar met de vuist op tafel kan slaan. Heb je het gevoel dat je inderdaad echt het grote verschil kan maken nu? Ja, dat hebben we eigenlijk meteen al laten zien. Maar ik ben het natuurlijk niet alleen. We zijn met een hele grote club binnen de Partij voor de Dieren die met z'n allen strijden op het landbouwdossier. Dus ik voel me ook vereerd dat ik woordvoerder ben op het landbouwdossier, maar daardoor ook met zoveel mensen samen hier aan mag strijden om successen te halen voor de dieren en voor de natuur. Dus ik voel me ook wel gedragen door veel mensen om me heen. En de successen die we dus behalen, doen we ook samen. Ja, dan hadden we in het begin van het gesprek het al even over, dat zei je zelf ook, dat het eigenlijk best wel zwaar is, het werk in de Tweede Kamer. Lange dagen. Er wordt ook heel veel geklaagd. Hè? Thema's als burn-out onder Kamerleden, ministers. Hè? Er zijn verschillende leden van het kabinet afgehaakt in de tussentijd. Er wordt gezegd dat er eigenlijk veel te veel spoeddebatten zijn, veel te veel nachtelijke vergaderingen en een overvloed aan Kamervragen, waar dit ook een steentje aan bijdraagt. Hoe ervaar je dat zelf? En hoe hou je in de gaten dat je er niet aan onderdoor gaat? Ja, het is heel verleidelijk om overal aan mee te gaan doen. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om scherpe keuzes te maken, om een focus te hebben in wat jij gaat doen. Want voor je het weet zijn die 4 jaar alweer voorbij. We zijn nu al bijna door het eerste jaar heen. En ik vind het belangrijk dat ik dus in de Tweede Kamer kan doen waarvoor ik ben gekomen. Dus ik heb ook mijn eigen agenda, waarin ik duidelijk bijhoud wat ik wil bereiken, wanneer ik dat wil bereiken. En wat staat er bovenaan? Ja, uiteraard natuurlijk een einde maken aan de bio-industrie. Oeh, dat is wel een hele grote iets om op te lossen, vrees ik. Ik hoop dat het je lukt overigens persoonlijk, maar goed, dat is iets totaal anders. Je hebt nu even reces. Lukt het om even helemaal los te komen van je werk? Want je bent nu alweer met ons aan het kletsen over het werk. Gaat het verder wel? Ja, dat lukt wel goed. Ja. Ik heb een heel fijn gezin natuurlijk thuis. En het is heel belangrijk om de tijd, het offer wat je eigenlijk maakt, om ook vele lange dagen daar te maken, om dat ook weer thuis in te halen. Dus echt quality time thuis. Maar het is wel heel verleidelijk om natuurlijk het nieuws te blijven volgen en alles wat er speelt. Maar het maakt kabinetsformatie, hè? Bijna rond. Ja, dat wat natuurlijk speelt. Ja, maar goed, als ik me daar te veel ook door laat afleiden, want dat speelt natuurlijk ook, maar ik focus me vooral waar ik grip op heb en waar ik een verandering in kan maken, zodat ik het uiteindelijk over dus toch iets meer dan 3 jaar wat we nog hebben te gaan, kan zeggen, dit verschil heb ik kunnen maken in de Tweede Kamer. En heb je ook nog tijd om goed binding te houden met de regio hier? Jazeker. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik mis mijn fracties ook wel ontzettend natuurlijk in Flevoland en in Almere. En ik heb ook nog veel overleg wat hier allemaal gebeurt. En bijvoorbeeld rondom Lelystad Airport, want daar ben ik natuurlijk in de Tweede Kamer ook zeker mee verbonden. Om te zorgen dat ze dus niet die natuurvergunning op een stiekeme manier krijgen wat aan de hand was. Maar op die manier hou ik zeker wel binding met Flevoland.